Naar onze collega Arjen van der Giezen, u weet het. Hij is samen met Stefan Rovers, de cameraman, het hele WK in Alexandra Palace. Hij heeft bijdragen die hij van tevoren opneemt. Hij heeft natuurlijk live interviews. Maar kijk eens wie ik daar live met zijn lachende gezicht vanuit Londen zie. Arjen, hoe gaat het met je vriend? Het gaat heel erg goed, Koert. Het gaat heel erg goed met me. Ik kan jullie fantastisch volgen hier. Natuurlijk via de radio van RTL 7 Darts. Dat is heerlijk. Want normaal gesproken, als ik op locatie ben, dan krijg ik dat allemaal niet mee. Maar tijdens dit WK wel. Dus dat is fantastisch. Maar Koert, ik heb, en daarom sta ik hier, ik heb nieuws. Okay. En dat nieuws gaat over Peter Wright. We weten natuurlijk allemaal dat hij in het ziekenhuis heeft gelegen een paar dagen. Hij heeft galstenen. Afgelopen maandag is hij weer in het ziekenhuis geweest en hebben ze hem helemaal onderzocht. Ze hebben ook gekeken hoeveel galstenen heeft hij nou. Het is eigenlijk een beetje simpel, maar hij heeft 3 galstenen en dat zijn best grote. Daar heeft hij vervolgens een soort van medicatie voor gekregen. Hij mag alleen nog maar speciaal voedsel eten en hij moet heel veel rusten. 2 dagen later is hij weer teruggegaan naar het ziekenhuis. Dat was afgelopen woensdag. Heeft hij een scan gekregen en uit die scan is gebleken dat de omvang van de galstenen dat lichtjes minder wordt. Met andere woorden, hij gaat langzaam vooruit, maar het gaat heel erg langzaam. Nou is natuurlijk de vraag, gaat Peter Wright meedoen aan het WK of niet? De organisatie hier van de PDC, die zijn zich natuurlijk aan het beraden. Wat moeten we hiermee? Ze willen natuurlijk graag zien dat Peter Wright komt. Peter Wright wil zelf ook graag, want die wil al zijn fans natuurlijk niet in de steek laten. Logisch. Nou, het verhaal is nu als volgt. Hij heeft gezegd tegen de PDC dat als zijn situatie niet slechter wordt, dat hij naar Londen toe komt om mee te doen aan het WK. Maar hij heeft nog niet definitief toegezegd. De PDC heeft vervolgens gezegd, oké, dat is allemaal leuk en aardig. Je krijgt van ons een deadline tot volgende week woensdag om ongeveer 12 uur, 1 uur 's middags. Okay. Want als hij dan besluit, ik kom alsnog niet, dan moet er natuurlijk een nieuwe speler komen. En de eerstvolgende op de Order of Merit is Terry Jenkins. Die krijgt dan een uitnodiging van de PDC. Die wordt niet verplicht, die krijgt een uitnodiging. Stel dat Terry Jenkins zegt van, ja, ik ben eigenlijk gestopt met darten. Dat WK, joh, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ja, dat doe ik niet. Nee. Dan krijgt de volgende op de Order of Merit, die krijgt dan een uitnodiging. En dat is Jamie Caven. Die staat 39ste. Dus, lang verhaal kort maken. Het is aan Peter Wright. Hij heeft tot volgende week woensdag de tijd om te zeggen ja of nee. Want een dag later zou hij dan 's avonds spelen tegen Diogo Portola. Dus het is aan Peter Wright. Maar het ziet er goed uit. Jongen, nou, ik vind het echt zeer overzichtelijk. Blijft natuurlijk heel erg lullig voor Peter Wright. Maar als ik Terry Jenkins was, ging ik vast trainen. Denk je ook niet? Als ik Terry Jenkins was, zou ik sowieso gaan trainen en hopen dat hij mee mag doen. Dat is natuurlijk vervelend inderdaad voor Peter Wright. Want ja, we weten, eerste ronde spelen, dat is een heleboel Britse ponden. Sowieso. Dus ook al verliest hij met 3-0 in sets en 3-0 in legs 3 keer. Ja, ik zou zeggen, boeien. Het is 11.000 pond. Die kom ik wel even ophalen. Maar ze mogen mij ook bellen, hoor. Ja, dat snap dus, ik. Ik denk dat Terry Jenkins het wel doet. Ja, maar misschien om die reden Peter Wright ook wel. Die denkt van, nou ja, ik heb pijn, ik heb last, het is niet goed. Maar ik ga wel even die 11.000 pond ophalen. Dat kan. Ja, maar voor Peter Wright staat er natuurlijk wat meer op het spel. Er staat gezichtsverlies op het spel, weet je. Het is een heel eerzuchtig mannetje. Buiten het feit dat hij heel ver wil komen in het toernooi, zijn de fans zijn voor hem heel belangrijk. En die wil hij nu teleurstellen. Dus als hij echt niet kan, geloof me, dan komt hij niet. Oké. Arjen, dank je wel voor dit nieuws. Top gedaan. Ga lekker nog even ontspannen en een goede nacht maken, want morgen weer aan de bak. En doe Stefan Rovers, je cameraman, de groeten van ons. Ik zal hem de groeten doen. Oké. Okay.